Zo, alles staat klaar. Dat moet toch genoeg zijn voor een weekje vissen. Even snel de auto laden en wegwezen. Tot volgende week. Veel plezier. Ja, jij ook, hè. Ben benieuwd. Goeie vangst. Dag meiden. Dag, tot volgende week. Dag. Volgende week. Vangen. Dag. Ja. Vangen. Daar hebben we de vismaten voor de komende week. Roger D. en de oude Daniels. Jongens, wordt wel vangen, hè? Ja. Ik reken erop. Het wordt ook warm. Ja, ook zeker weten, ja. Afgelopen week was het 40 graden hier, zei hij. Ja. We zullen wel zien. Veel succes. Ja, dankjewel. Jij ook. Het uitzicht bevalt me wel hier. Dat hou ik wel een tijdje vol. Even snel het tentje opzetten. Er waren nog op, hè? Nou, dat ging toch vrij snel, hè? Dat tentje opzetten. Wordt er steeds handiger in. Het is hier goed toeven. Houdt hier best een weekje uit. Zaterdagmorgen 6 uur. De eerste nacht zit erop. Het heeft behoorlijk geregend. Nog geen karper. Wel een mooie zeelt gevangen vannacht. Verderop zitten twee jongens uit Utrecht. Die hebben het paradijs ontdekt. Tot nu toe hebben ze een 28 ponder en een 30 ponder gevangen. Dit lijkt me een heel aardig plekje om vandaag te gaan penvissen. Het ruikt naar de zware vis. Vooral het hoekje daar. Mooi, hè? Penvissen. Eigenlijk is de mooiste manier van vissen op karp. Penvissen tussen de bevers en de ijsvogeltjes. Dat bedoelen ze namelijk het leven als God in Frankrijk. Mooie vis, hè? Het zijn echt prachtige sporten op een pennetje. Grote runs. 10, 20 meter door de slip. Echt leuk. Gouden kopje heeft hij. De omgeving hier is om van te smullen. Paddenstoelen in juli. Dat zie je ook niet vaak. In zo'n omgeving wordt het vissen echt bijzaak. Ik veel zwaarder, maar dan komt ook zo'n pijn in mijn rug, denk ik. Kan niet tillen. Maak wel een beetje nat. Is hij mooi of is hij prachtig? Ik ga hem terugzetten.